avond. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 13 mei alweer. Gaat snel, joh. En ik ben net de vorige weekvlog aan het uploaden. Ja, die liep even wat vertraging op, hè. Maar dat hebben jullie in de weekendvlog al gezien. En hoe leuk was die? Ja, ik moet hem nog maken, hoor. Want ik maak hem natuurlijk altijd pas op dinsdagavond. Maar volgens mij moet die echt geweldig zijn. Het was in ieder geval een geslaagd feestje zaterdag. Laura was super verrast. Dat was al heel erg leuk. En het was daarnaast ook nog eens heel erg gezellig. Dus dat is super leuk. Komende week een rustige week. Ik heb niet heel veel op de planning staan. Geen Tim meer op woensdag. Ik baal er echt wel van, jongens. Maar goed, het is niet anders. Door wat wisselingen in werk van mijn schoonzusje is de oppasdag van mijn ouders gewijzigd van de woensdag naar de maandag. Dus en dan werk ik natuurlijk gewoon. Dus dan zie ik hem waarschijnlijk nog wel eventjes 's middags als ik dan uit mijn werk kom. De woensdag was natuurlijk wel heel speciaal. Maar goed, het is niet anders. Werk gaat gewoon voor, heel simpel. Dus ik ben vanochtend wel eventjes... Nou, had ik hem natuurlijk gisteren ook al gezien. Want ze waren bij mijn ouders ook voor moederdag. Maar vanochtend heb ik... voordat ik ging werken, ben ik nog even dag wezen te zeggen. En ik heb tegen mijn ouders gezegd, dat doe ik dan als ik er tijd voor heb. Probeer ik het dan op die manier wel te doen. Ja, ze wonen natuurlijk hier... 2 etages onder, dus dat is dan wel makkelijk. Ik kan even heel snel even met hem knuffelen. Dus dat is dan wel weer leuk. Dus op de woensdag niet. Maar aan de andere kant vind ik het ook op zich wel weer leuk. Want dat deden mama en ik voorheen ook nog wel. Als ik dan op woensdag vrij was, gingen we... papa was toen nog werken, want die werkte toen nog. Dus ja, of we gaan wat met z'n tweeën of wat met z'n drieën doen. Dat is misschien ook wel gezellig. Kunnen we een keer fietsen of mooie weer komt er weer aan. Dus misschien naar het strand of zo. Dus dat is dan ook wel weer gezellig. Maar goed, neemt niet weg dat ik het heel erg jammer vind dat ik Tim niet meer op woensdag ga zien. Goedenavond, dinsdag vandaag. Ik heb gekaart. Nou, eerst gewerkt natuurlijk. Drukke dag, maar wel een leuke dag gehad op mijn werk. Toen weer een keer bij de hydrotherapie geweest. Ik voor het eerst weer geprobeerd. Ik moet zeggen dat het hoopvol aanvoelt mijn benen. Ik vind dat ik er zeker minder last van had dan de vorige keer na de hydrotherapie. Want toen kon ik echt niet meer op of neer 's avonds. Dus nou, dat gaat goed. Ik ga zo even mijn laatste medicijnen van vandaag innemen. En ik heb zojuist de weekendvlog geëdit. Oh, wat was dat genieten zeg. Weer even terug naar dat supergezellige, vrijgezellen feest. Afgelopen zaterdag. En het onwijze brakken op zondag. Maar goed. Ik hoop dat jullie hem heel erg leuk vonden. Ik heb er in ieder geval van genoten om hem te maken. En als die klaar is straks... En ik heb hem ingepland, dan ga ik lekker naar mijn bed. Morgen ben ik natuurlijk vrij. Dus ik moet in ieder geval... één ding moet ik doen. Ik moet nieuwe steunkousen laten aanmeten. Ik draag steunkousen. Omdat mijn voeten... mijn benen kunnen... moeilijk hoor. Uitleggen. Mijn bloedsomloop kan... Het is niet al te best in mijn benen. Dus dat vocht kan er niet uit. En als ik geen steunkousen zou dragen... Dan zou ik hele dikke voeten krijgen. Die had ik vroeger ook altijd. En dat is echt heel erg pijnlijk. En hoe warmer weer het wordt... Hoe meer last ik daarvan heb. Dan moet ik ook wel eerlijk zeggen... Als het echt heel warm is... En ik wil blote benen of een panty of iets. Dan draag ik ze niet. Want het staat gewoon niet altijd even mooi. Maar ik probeer ze zoveel mogelijk wel aan te hebben. Omdat het me gewoon echt wel helpt. En één keer per jaar mag ik dan twee paar nieuwe. En dan meten ze ook altijd eventjes of alles nog hetzelfde is. Dus ik ben ook benieuwd of mijn gewichtsverlies dan daarin terugkomt. Nou val je niet per se. Want ze lopen tot mijn knieën. Je valt niet per se het meeste in je onderbenen af, denk ik dan. Maar goed, ik ben wel benieuwd of dat invloed heeft.
Dus dat ga ik sowieso doen en dat is hier vlakbij. Maar ik zou hier in de buurt naar de apotheek kunnen om dat te doen. Maar dan zou het midden in de winkel moeten. Want in het kamertje wat ze daarvoor reserveren, kan ik met de rolstoel niet komen. Dus ik moet even een dorp verder. Ja, of Den Haag een dorp is, maar waar ik woon voelt het een beetje dorperig aan, zullen we maar zeggen. Om dat te doen. En dat is vlakbij waar Laura werkt. Dus ik ga er op de fiets naartoe. En dan ga ik wat vroeger. Dan kan ik eerst nog even bij Laura gaan buurten. Kan ik ook even aan haar vragen hoe ze de vlog vond. Of ze mogen gekeken heeft. En of de collega's het mogen gekeken hebben. Dus dat is ook wel leuk. Voor de rest niet heel veel plannen voor morgen. Maar goed, wat ik zeg, we gaan het zien. We gaan lekker vis eten morgenavond. Zalm, daar heb ik ook trek in. En mijn ouders die eten asperges. Maar oh, dat vind ik zo niet lekker. Dus ik eet lekker broccoli morgen. Dat vind ik dan veel lekkerder dan asperges. Ja. Sommige mensen verklaren me voor gek. Maar net zoiets als biefstuk. Biefstuk schijnt het vlees te zijn. Nou, als je mijn bal gehakt geeft, ben ik echt veel blijer. Ja, het liefst moet je natuurlijk geen vlees eten. Of het liefst. Je hebt natuurlijk die hele beweging nu van het geen vlees eten. Maar ik ben toch eigenlijk wel echt een grote vleesliefhebber. Het is heel erg, maar het is wel waar. Maar goed, ik ga wachten tot hij klaar is en dan lekker slapen. En dan zie ik jullie morgen weer. Goedemorgen. Ik ga straks lekker een... Het is woensdag vandaag. Lekker rustig ochtendje achter de rug. Ik heb wat wasjes gedraaid. Net nog even een belafspraak gehad. En ja, dat soort dingen. Lekker kopje thee aan het drinken. Belletje aan het doen. Ik heb net wat aardbeien gegeten. Straks lekker lunchen. En vanmiddag ga ik fietsen. Papa appte net of ik zin had om mee te gaan. Dus daar heb ik wel zin in. Want kijk. Alhoewel ik het in mijn t-shirtje best nog wel koud heb nu. Wordt het volgens mij wel echt lekker weer. Dus dat is fijn. En dan ga ik daarna voor mijn steunkous. Ik denk dat ik... Ik weet niet waar we heen fietsen hoor, maar als we daar ergens in de buurt langskomen, dat ik dan daar blijf en dat zij dan terug kunnen fietsen. En dan kom ik daarna op de fiets terug. Verder moet ik nog wat dingetjes regelen voor Laura voor de bruiloft, heb ik er beloofd. Dus daar heb ik wat telefoontjes en mailtjes voor te doen. Dus dat ga ik ook vandaag doen. En voor de rest heb ik echt een hele rustige week, jongens. En dat is ook wel een beetje nodig, want... Ik heb het druk zat gehad de afgelopen tijd en best wel last van mijn benen ook natuurlijk gehad. En hopelijk gaat dat nu ook beter. Ik heb geen napijn van de fysio van gisteren, dus dat is wel echt heel hoopvol eigenlijk. Dus ja, ook weer even afwachten hoe dat afloopt. Dus ik weet niet hoeveel er gevlogd gaat worden, maar dat gaan jullie vanzelf zien. Ja, weet je, mijn leven is ook niet altijd even spannend en leuk. Het is ook gewoon af en toe is niks. Maar goed, dat hoort er ook gewoon bij. Het boek van Mayra staat daar nog steeds. Daar ben ik af... Mondjesmaat, daar lees ik af en toe een stukje in. Ook superleuk. Het is echt een aanrader voor iedereen die... Die het onderwerp interessant vindt, zou ik het je echt willen aanraden om te kopen. En buiten dat vind ik het qua vormgeving ook echt een prachtig boek om gewoon te hebben. Ik denk als ik hem uit heb, dat ik hem een plekje ga geven hier in de kast. Want ik vind hem gewoon echt, ja, ik vind hem heel mooi om ook te laten zien, zeg maar. Dat was voor nu even mijn verhaaltje. Ik zie jullie later weer. Hey, hallo, daar ben ik weer. We hebben inderdaad even gefietst. We zijn naar Naaldwijk geweest. Hier, het was hier. Nou, ik weet niet hoeveel kilometer, maar... daar was markt. Dus daar zijn we even overheen geweest en even bij de winkels gekeken en zo. Toen zijn we daarna naar Laura gefietst, naar de winkel waar ze werkt. Even mijn ketting goed doen. Daar heb ik even mijn handbike neergezet. Toen heb ik nieuwe steunkousen laten aanmeten. Nou ja, die worden vanzelf een keer door de brievenbus gegooid. Dus het is mooi. En toen ben ik naar huis gefietst. En dat is wel grappig. Ik heb bij Laura nog wat oorbelletjes gekocht. En nou ben ik natuurlijk geboren in 1980. Dus mensen van mijn leeftijd, die moeten deze wel herkennen. Ik weet dat mama ze vroeger
vaak droeg dit soort oorbellen, maar volgens mij droeg ik ze zelf ook op een gegeven moment nog wel. Ik moet alleen even kijken of mama alcohol heeft, want ik heb dat niet. Om ze even te ontsmetten, dat vind ik dan wel zo fris. Maar deze zijn echt van die, ja, begin jaren 90 oorbellen of zo. Deze. Ik zal ze straks ook eens meenemen naar mama. Ik weet niet of zij ze er ook nog een paar van wil hebben. En deze. Ik vond ze zo grappig. Dus die heb ik meegenomen bij haar. En toen ben ik lekker op mijn gemakje naar huis gefietst. En het is nu alweer 5:10. Dus, nou, lekker dagje zo. En het is, ja, het is lekker weer, maar nog niet heel warm hoor. Het is nog best wel een dik, of, hoe heet dat? Harde wind. Maar ja. Ik kan niet alles hebben, hè. Ik moet niet alles tegelijk. Dus hopelijk wordt het nu steeds lekkerder weer. Hey, hallo. Daar ben ik weer. Het is donderdagmiddag inmiddels. Het is een beetje een saaie vlogweek, gok ik, mensen. Want ja, lullen kan ik altijd wel tegen jullie. Daar heb ik geen enkele moeite mee. Maar voor de rest is het gewoon een beetje saaiig allemaal. De weekendvlog belooft wel weer leuk te worden. Want ik heb het weekend wel weer leuke dingen op de planning staan. Verjaardagsfeestje van de dansschool. Zondag een event van het skiën. Nou, dan neem ik mijn vlogcamera natuurlijk mee. Maar ja, vandaag is het, of deze week is het gewoon ja, niet heel veel boeiends. Maar goed, dat heb je ook soms wel eens. Ik ga straks wel lekker dansen. Maar ook daar gaan jullie vandaag niet mee naartoe. Want ik ben al een paar weken niet geweest. En ik moet gewoon eventjes weer bij... bijgepraat en bijgeleerd worden. Dus dan ja, wil ik me daar even op concentreren. Ik ben natuurlijk vorige week niet geweest in verband met de boekpresentatie. En de week daarvoor vanwege mijn benen. Waar het overigens steeds beter mee gaat. Ik heb echt goede hoop dat deze medicijnen doen wat ze moeten doen. Zonder dat ik daar gelijk de wereld voor een doedelzak aan zie. Dus nou, dat zou heel fijn zijn als dat ook echt zo is. Ik heb hele droge, kijk dan. Als iemand een goede tip heeft tegen droge lippen. Want ik heb ongeveer alle ja, lippenbalsem en dingen wel geprobeerd. Maar ik blijf. Maar als ik me even niet smeer dan... Ik word er echt helemaal gek van. Dus als er iemand nog een goede tip heeft, laat het me alsjeblieft weten. Nou, dat was... Het wel weer voor vandaag. Misschien check ik vanavond nog even in. En anders zie ik jullie morgenochtend weer. Middag, vrijdagmiddag. Ik heb gewerkt. En ik ben lekker vroeg thuis. Want het is... Nou weet ik niet of mama, want die is hier vandaag geweest. De klok heeft goed gezet. Jawel. Er zitten weer batterijen in. Het is pas 3:50. Dus ik was lekker vroeg vandaag. En wat ik nu ga doen is deze bende opruimen. En wat ik het weekend ook wil doen is mijn kledingkast even onder handen nemen. Maar ik weet nog niet of ik daar tijd voor heb. Maar dat gaan we zien. Als ik dat ga doen, ga ik dat sowieso wel filmen. Maar dat zien jullie dan in de weekendvlog. Het eindresultaat hiervan ook. Want ja, het is vrijdagmiddag. Dus tijd om straks de weekendvlog te openen. En tijd om deze weekvlog af te sluiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Doe een duim omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je in de volgende vlog. Doei doei!